Hallo Pajottenland, Aalst en Ninove. Welkom bij Mooi Zo, radioplezier van hier. Ik ben 10 jaar geleden afgestudeerd als regentaat LO Biologie eigenlijk. En ik sta dus ondertussen ook 10 jaar reeds voor de klas als turnjuf van kleutertjes en lager onderwijs. En geef je ook les hier in de streek? Ik geef les in een school in Grimbergen, dus eigenlijk niet zo ver van huis, ja. Bij de bal- en de bewegingsschool in Assen krijg je ook hulp van je echtgenoot Chris. We zijn eigenlijk samen een beetje op het idee gekomen. Mijn man Chris is eigenlijk organisatorisch zeer sterk toch wel en het gewoon van ook sportkampen en basketkampen te organiseren. Dat in combinatie met dan het sportieve gedeelte dat ik op mijn rekening neem, is dat eigenlijk wel een goede match voor zo'n dingen te organiseren. En die bal- en bewegingsschool in Assen, ik denk dat we kunnen spreken van een uniek aanbod voor de streek hier. We merkten eigenlijk dat er toch wel wat vraag was naar sportmogelijkheden voor jonge kinderen. En we hebben daar eigenlijk met ons twee een beetje op ingespeeld. Samen dan met de gemeente Assen zijn we tot een akkoord gekomen om dat op zaterdag namiddag te laten doorgaan in de plaatselijke sporthal. Om toch zo de kinderen van 2,5 jaar tot 5 jaar iets van sport te gunnen. Ja, je zei het al, 2,5 tot 5 jaar. Jullie doelgroep zijn dus ja, onze peutertjes, de allerkleinsten. Het zijn peuters, kleuters echt waar we ons volledig op inzetten. En zoals je daarnet ook al kwam te vertellen, het gaat allemaal door op zaterdagnamiddag. Wij zitten in de sporthal van Assen op zaterdagnamiddag tussen 2:30 en 4:15 met 2 sessies eigenlijk. En hoe ziet zo'n namiddag er concreet uit, Elin? Wel, het eerste uur bieden we eigenlijk een groepsessie aan, waar de kinderen gewoon in groep kunnen komen sporten. Het tweede uur hebben we dan eigenlijk hetzelfde aanbod, maar dan gericht op kind-oudersessie, dus waar echt mama of papa samen met het kind mee kan komen sporten, plezier beleven, experimenteren enzovoort. En als ik het goed begrepen heb, de mama's en de papa's, die kunnen er ook bij zijn. Die genieten mee van het sportaanbod dat ze met hun kind samen kunnen doen. En we hebben daar eigenlijk na de eerste sessie toch al zeer positieve reacties over gekregen. Dus dat is wel fijn. Klinkt allemaal bijzonder interessant. Hoe kunnen jonge ouders inschrijven, Elin? Inschrijven kunnen ze doen via onze website www.b-b-s.be. En daar vinden ze eigenlijk alle informatie en de inschrijvingsformulieren terug voor zowel onze sessies die tijdens het jaar doorgaan als voor onze sportkampjes. Die organiseren jullie tijdens de schoolvakantie. We hebben er eentje van 2 dagen in de krokusvakantie op maandag en dinsdag. En we hebben dan ook nog eentje in de zomervakantie. Eigenlijk meteen de dag nadat het school eigenlijk stopt. Dus op donderdag 1 en vrijdag 2 juli hebben we ook nog een minikampje in Assen. Ik heb begrepen dat het allemaal zeer vlot loopt, dat de mensen er dus zeer snel bij zullen moeten zijn. Absoluut. Onze eerste sessie was al heel snel uitverkocht nadat we eigenlijk zijn reclame beginnen maken. Voor de tweede sessie hadden we ook al een reeks inschrijvingen. En met dat we nu onze eerste online beelden hebben kunnen zetten van de eerste sessie van afgelopen zaterdag, zitten we eigenlijk al voor 90% voor die tweede sessie ook volledig volzet en beginnen de inschrijvingen voor de kampjes ook vlotter binnen te komen. De bal- en bewegingsschool Assen is ook online bereikbaar. Vertel eens waar we moeten zijn. Je kan ons terugvinden via de website. We hebben ook een Facebookpagina. We zitten op Instagram en we hebben ook een eigen YouTube-kanaal dat je kan volgen voor extra leuke beelden.